zo'n kleur van hem. Een aantal jaar geleden kwamen we voor de toestand te staan dat we moesten veranderen. In die zin, onze leerlingenpopulatie was duidelijk veranderd, een veranderende instroom met andere noden. En wij hebben de kans gegrepen om op een andere manier te gaan werken. Dus jij mag ook de vergadering openen, de leden verwelkomen. Mijn collega Isabelle en ik hebben eigenlijk in het begin van het jaar beslist om twee klassen van het vijfde jaar voor de basismodule Office samen te zetten. En dan kan je hier eigenlijk je niveau aanklikken en je vaardigheden. Ga een keer naar je niveau, pak jij maar al moeilijk. We merken meer en meer dat jonge mensen gemakkelijker zaken aannemen van leerkrachten als ze die leerkrachten ook goed kennen en als ze daar een band mee opbouwen. Dus dat is voor ons een enorm grote meerwaarde. Leraren krijgen meer autonomie en verantwoordelijkheid en nemen die ook. Want zij komen zelf af van kijk, wij zouden eigenlijk zelf een voorstel willen doen hoe dat wij de opdrachten gaan verdelen. Wie in welke klas welk vak kan geven. Dus zij discussiëren daar onderling over en komen met een voorstel naar voren waar wij proberen dan een antwoord op te geven. En meestal blijkt dat wel de juiste persoon op de juiste plaats te zijn. Als er mensen zijn die alsnog willen inschrijven voor de verplichte namiddagstudie, zou het super zijn. Dat eerst uurtje in de namiddag nog les in 1b en daarna kan ik ook komen. Als team ben je daar een stuk zelfsturend. Vandaag hebben we bijvoorbeeld gekeken van wij willen een namiddagstudie organiseren voor onze leerlingen. We zochten nog een paar mensen en door gewoon kort te gaan samenzitten is dat opgelost. Er zijn een tweetal teams waar we voelen van er is wel nog werk aan de winkel om die dynamiek en die energie te vinden. Hey. Ça va? Ja, ça va. Met u? Tim is onze consultant van Flanders Synergy. Het betekent dat als wij vragen hebben nu in ons traject, dat wij nog altijd op zijn hulp kunnen rekenen. Die mensen hebben nu nog niet het gevoel van dat er iets te winnen valt met die teamwerking. Zoiets kost tijd. Je moet dat niet wegsteken dat op het moment dat ik op een andere manier gaan werken, ga ik moeten investeren in die andere manier van werken. Als ik samen met collega's dingen in elkaar ga steken, dan is dat anders dan dat ik een lesvoorbereiding alleen thuis doe. Er zijn voldoende mogelijkheden om sociale vaardigheden te trainen, want teamwerking vergt wel natuurlijk dat je samenwerkt. Zo'n verandertraject is ook een cultuurverandering voor een school. Dat gaat altijd gepaard met weerstand. Hè? Maar als team, als directieteam en als school moet je er wel in geloven dat je op het eind van de rit de meerwaarde gaat hebben. Als je dat kan duidelijk maken aan het korps, dan geloof ik het wel. Ze moeten een rondleiding geven in Gent en zullen aan de leerlingen aan het vierde uitleg geven in het Frans, Engels, Spaans en het Duits. Le Coeur Herbe is een place touristique à Gand. Il y a des bâtiments uniques et historiques qui se reflètent dans la longue rivière. Die teamwerking zet mensen aan om samen te denken en samen te werken. En eigenlijk voelen zij de return daarvan. Het is veel leuker van samen iets te gaan doen en samen na te denken dan elk alleen voor zijn klas. Ja, dat is best wel fijn, hè, omdat je zo die carte blanche hebt. Het feit dat je leerkrachten lange tijd aan je zij hebt, plus ook van die projecten kunt doen die heel concreet zijn, is een plezier om te doen. Ik ben heel fier dat ik directeur mag zijn in deze school. Ik waardeer enorm de inzet van het korps, de dynamiek die ze hebben. Ze hebben het niet altijd even gemakkelijk. We hebben geen eenvoudige doelgroep, maar ze gaan ervoor. En daar ben ik echt heel fier over. Nou, zijn jullie nooit zo puur van elkaar? Ja, altijd. Echt, waarom? Zij kan dat hoe wegstoppen.